Ronald Vledder. Ik ben een man geboren in Amsterdam en ik ben ontstaan tijdens een campingtrip. Ik ben geboren op 9 december en mijn moeder heet Noah. Mijn vader heet Milan en we hebben een broertje Scrappy. Dit klinkt nu wel als een topleventje. Waarom ben ik 0% slim? Waarom moet ik nou maar dom zijn? Deze baby ziet er niet dom uit. Maar we hebben vandaag een twist. Deze jongetje hier kan alleen maar nee zeggen. Moet ik in het echt ook leren? Vandaag, dames en heren, speel ik Bitline. In deze game speel je als jezelf. Je moet levenskeuzes maken. Ga je arm worden of ga je rijk worden? Hey, willen jullie het vaker drukken op een duimpje omhoog? Vergeet niet te abonneren trouwens. 56% is niet geabonneerd. Laten we een jaartje ouder worden. Je moeder brengt je naar de dokter om gevaccineerd te worden. Oh god. Wij moeten nee zeggen. Verbijt haar. En we zijn meteen 1% slimmer geworden. Oh. We hebben een broertje erbij gekregen. Jake Vledder. Kan ik hem nu al pesten? Ik kan hem veranderen. Hij heet vanaf nu Nerd. Ja, 4. En we hebben meteen weer een broertje erbij gekregen. Lars Vliet. En waarom Lars Vliet? Is mijn moeder vreemd gegaan? Je ouders zijn gescheiden. Nee. En we komen meteen op de basisschool. Dit gaat leuk worden. En mijn hond is ook dood. Nee. Ik ben nu gewoon 0% blij. Je moeder gaat trouwen met je nieuwe stiefvader, Matt Sittard. Hoe gaan we onze stiefvader noemen? Ik ga hem niet pap noemen of papa. Matt. Nee, dude. En ik heb in één keer depressie. Ik ben 6 jaar en ik heb depressie. Oh. Je hebt je moeder sproeiapparaat kapot gemaakt terwijl je aan het spelen was. Wat doe je? Gaan wij toegeven of gaan we zeggen... Ik was het niet. Ik mag alleen maar nee zeggen. Je kleine broertje Nerd zegt tegen je dat hij door een pestkop elke dag wordt gepest. En hij wordt stom genoemd. Wat ga je doen? We kunnen het melden. We doen niks. Of we gaan naar de bully toe. We mogen alleen maar nee zeggen. Dus wij gaan hem niet helpen. Gelukkig mag Nerd ons nog steeds. Hoi! Waarom mag mijn stiefvader me niet? Mijn eerste kus! Oh! Je krijgt de kans om je eerste kusje te krijgen met een meisje uit je klas genaamd Daisy Sittard. Heet mijn vader niet iets met Sittard? Ik ben het vergeten. Voor deze ene keer zeggen we ja. Met tong. Oh, ze vond het heerlijk. Oh god, zeg niet dat het incest was. Nee! Ik voel me vies. Ik word misselijk. En we zijn op de middelbare school beland. Dit voelt zo intens goed. Waarom ben ik maar 1% blij? Heb ik nog steeds depressie? Kijk hoe verdrietig ik kijk. We zijn 13 geworden en mijn moeder maakt zich zorgen over mijn oogzicht. Moeten we een bril dragen, jongens? Oh god, oh god, oh god. Oké, hier is de letter X. Oh, we hoeven geen bril. We zijn 15 jaar geworden en we hebben geen depressie. Ah! 71% is nu happiness. Wij zijn nu zo blij. Je stiefzuster Ellen. En wil baldadig met je zijn. We gaan een crimineeltje zijn. Wat ga je doen? Sure of nee? Mag alleen maar nee zeggen. Nee! Je moeder heeft aan bij je. Het is tijd om je rijexamens te doen. Maar ook dit moeten wij skippen. Mag alleen maar nee zeggen! Waarschijnlijk krijg ik klappen van mijn stiefvader. En we zijn geslaagd voor de middelbare school. Maar wat gaan we nu doen? Gaan we naar de universiteit? Nemen wij even een pauze of gaan we op zoek naar een baan? Ik wil wel naar de universiteit. Zullen wij de verpleging ingaan? Dokter Ronald! We zijn afgewezen. Wat is dat nou weer voor een stom iets? Love interest, Charlotte Vinken. Maar het probleem is, ik mag alleen maar nee zeggen. Dus nee, ze is niet mijn type. Zullen wij trouwens naar social media gaan? Wat dacht je van Twitch? Misschien kunnen wij groot worden op Twitch zelf. Misschien kan ik daar wel mijn geld mee verdienen. Ik wil niet werken. Je hebt een account op Twitch. Zullen we meteen live gaan? Wat gaan we trouwens streamen? Among Us? Waarom niet? Nee, wij gaan gewoon een marathon. Wij gaan meteen 24 uur live. We hadden 9 kijkers en 4 nieuwe volgers. Je oog voelt een beetje geïrriteerd. Ah, we nemen wel wat water. Zo beleef dat wel. Al je vrienden joinen YouTube. Nee, ik blijf er weg. Wie wil er nou op YouTube zitten? Jij en je broertje Lars zijn aan het discussiëren wie het verst een bal kan gooien. Wat doe je? Weet je wat? We laten onszelf verrassen. Oh god, wat wordt het? Wat? Ik ga hem blijkbaar aanvallen. Wij bijten gewoon zijn tepel. Ik wil zijn tepel bijten. Oh, hij had heel veel pijn. Auw. En hij viel mij aan. En ik ben gearresteerd door de politie. Waarom? Het was gewoon een ruzie tussen twee broers. Waarom moet ik nou weer naar de politie? Why? Gaan we meewerken? Nee, we gaan wegrennen. Als je meewerkt, zeg je ja. Oh, je bent gepakt door de politie. Ik kan de advocaten niet betalen. Ik heb 0 euro. Ik had een baan moeten zoeken. Ik kom waarschijnlijk 2 jaar in de gevangenis. Ah, we zitten 2 jaar in de gevangenis.
Waarom moet ik nou weer in de gevangenis? Je hebt depressie. Tuurlijk weer. Ik ben nu 0% blij. Dat is echt heel erg stom. We zijn weer uit de gevangenis. Oh, mijn moeder haat mij nu. Misschien wil ze naar de film met me. Oh, we vonden het beide leuk. Misschien is het wel even tijd dat ik een baan ga zoeken. Wat gaan we worden? Een stuntman? Yo, die voel ik wel. Kunnen we daar... Zijn niet aangenomen. Oh. Een clown. Waarom moet ik daar wel weer voor aangenomen dan, hè? Welkom bij de circus. We krijgen nu wel eindelijk geld op 26-jarige leeftijd. Misschien wil ik toch wel weer mijn rijbewijs hebben. Zullen we dat gewoon weer een keertje proberen? Wat betekent dit? Ik denk dat het glad is. Dat denk ik. Yo, ik heb een rijbewijs. En ik heb in één keer last van angsten. Je baas Thomas vraagt of je met hem naar een baseballgame wilt. Maar je bent bang dat alle collega's jaloers zullen worden. Wat ga je doen? Ik mag alleen maar nee zeggen. Dus we zeggen nee. Hopelijk word ik niet ontslagen. Ontslagen? Waarom? Je bent ontslagen van je positie als clown. Waarom? Er is het verteld dat je hebt afgetrokken op werk. Oh. Zullen we vragen of we mogen blijven? Hij zei dat hij ons niet kon helpen. Waarom ben ik ook zo'n viespeuk op werk? Mensen noemen jou Farty McFly. Back to the future grappies. Omdat je de laatste tijd heel winderig bent. Wat doe je? Ah, we gaan wel even naar de dokter. Het zal waarschijnlijk wel meevallen, toch? We hebben er niet meer last van. We zijn gered! Zullen we weer voor een baan gaan? Wat zullen wij nu worden dan? Ik wil bij de stripclub werken. Nee, man! We zijn afgewezen. Ik kan een schoonmaker worden bij een volwassen filmpje. Weet je wat? Dat wil ik wel worden. En ik ben aangenomen. Yes! Ik heb weer geld, jongens! Terwijl je aan het lopen was op een begraafplaats. Waarom loop ik op een begraafplaats? Komt er een Discord moderator naar je toe en noemt je een wanker. Wat doe je? Hoe durf ze? Hier krijgen ze spijt van. We vallen ze aan. Ik ga bijten. Ik ga bijten in zijn gezicht. Oh, ik heb gemist. Je vader heeft last van een jeukende kont. En we hebben geen depressie meer. Dat komt door mijn vaders jeukende kont. Yo, kijk hoe blij we zijn. Kan ik trouwens nog groot worden op Twitch? We hebben 425 volgers. Ik wil rijk worden via Twitch. Ah, we gaan wel World of Warcraft streamen. Yo, 21 kijkers, baby. Ik ben bekend. Ik ga gewoon volgers kopen. Wij kopen er gewoon 5000. Oh, we kunnen nu inkomsten genereren met onze livestreams. We gaan rijk worden. We hebben last van nierstenen. Oh god, gaan we dood? Je stiefzus Aileen stikt in een hotdog. Wat doe je? Gaan we helpen? Dat kan niet. Ik mag alleen maar nee zeggen. Wij gaan zitten en kijken. Je zat daar en keek hoe ze langzaam doodging. Niemand van mijn familie mag me nog. Alleen nog mijn neefje Lucas. Voor de rest mag niemand mij. Yo, mijn eerste sponsordeal. Een telefoonhoesje. Als we deze campagne aannemen, kregen we 26 euro. Ja, waarom niet? We zijn 50 jaar geworden. En mijn moeder heeft last van vaginale droogheid. Ik heb zo intens veel vragen. Ze kijkt wel heel erg boos. Waarom? Ik heb 100k. Moet ik niet iets van een auto kopen of een huis? Laten we een bungalow kopen van 87.000. Waarom niet? Weet je wat? We betalen het meteen met geld. Zijn we er meteen vanaf? We hebben 50.000 euro over. Nog steeds in mijn oogjes rijk. Je vader is dood. Nee. Laten we hem cremeren. Dat is wel het goedkoopst namelijk. Je hebt de as van je vader teruggekregen. Wat ga je doen? Ah, we gooien het wel in de vuilnisbak. Je vader laat zijn volledige fortuin van 645.000 euro aan je kleine broertje. En hem dan! Laten we Nerdfladder eventjes geld vragen. Yo, geef me even geld. Hij geeft je geen geld. Oké. Sorry, Nerdfladder. Ik duw je van de trap. Hij belt de politie op je. Oh god! Nee, ik ben aan gearresteerd door de politie. En we gaan wegrennen. Oh, dit is niet goed. We zijn gepakt. Nee! Auw. Werd in elkaar geslagen door de politie. Vanwege een poging op moord en het wegrennen van de politie, krijg je levenslang. Wat? Ik heb niet genoeg geld voor een advocaat. Ik heb 55.000 euro. Ik heb 58.000 euro nodig. Nee! Wij zijn nu altijd in de gevangenis in Amsterdam. Voor de rest van mijn leven. Je hebt depressie. Nee! Waarschijnlijk ben ik nu ook ontslagen als schoonmaker. Oh. Laten we proberen te ontsnappen. Kom op! Nee! Ik ben gepakt! We krijgen 3 jaar extra. Alsof dat wat uitmaakt. Laten we gaan huilen. Kom, we gaan even huilen. Stel een uniform om te ontsnappen. Maar dan moet ik een advertentie kijken. Ah, sure. En we zijn ontsnapt. Zo goed! Oh, mijn moeder is doodgaan. Nee! Weet je wat? Ik ga haar begrafenis fixen, oké? Wij gaan haar begraven. Misschien krijg ik geld. Ik krijg niks.
Is dit verdomme serieus? Ik doe zoveel voor de familie. Weet je wat? Wij gaan wel emigreren. Wij gaan wel naar België. Je bent illegaal geëmigreerd naar Antwerpen. Hell yeah! En ik ben gearresteerd. What? Voor illegale emigratie. Oh my god. We moeten weer wegrennen. We mogen alleen maar nee zeggen als we mee willen werken. Nee! 2 jaar gevangenis? Weet je wat? Wij gaan de duurste advocaat fixen. Ik ben vrijgelaten. Dit is veel hoog van me. En we hebben meteen geen depressie meer. Zo goed. Wat? Hoe zijn we dood gegaan? Ronald is dood gegaan door in de handen van tuberculose. Wat is dat trouwens? De leeftijd van 60 jaar. Oh, ik was een agressief persoon. Ronald werkte als een porno-set schoonmaker voor heel veel jaren. Zijn vrienden weten nog steeds niet hoe hij ontsnapt is uit de gevangenis. Waar zijn we achtergekomen? Niet altijd nee zeggen. Soms moet je ook ja zeggen. Bedankt voor het kijken. Doei.